staat hij nu minder hard. Ja, hij staat minder hard. Maar even een vraagje, herkent iemand deze auto? Ja, van u? We hebben hem op marktplaats gezet. Ja, NRBL 11. Dit is van u? Ik wel, ja. In staat... het begin, wat u liet zien, dat mensen met autisme soms lang doorgaan in iets, nou is mijn voorganger nogal vrij lang doorgegaan. En heeft hij wel mijn tijd op bezoek. Wat dat betreft, diversiteit. Ik ben Gijs Horvers, goedemiddag. En nou heeft u misschien een vraag aan mij, want ik ben Gijs en ik heb autisme. Als u goed heeft geluisterd naar het filmpje aan het begin van de vorige lezing, dan zou u nu moeten vragen om mijn autipas. Dat doen we niet. Maar ik vond het wel belangrijk om even te noemen. De groep is zo divers. Mensen met autisme zijn zo verschillend en zo divers dat we dat niet kunnen vatten in dat filmpje. Er zijn een hele hoop mensen met autisme, en dat wil ik vooraf echt zeggen, die gewoon vrij rondlopen. Die kunt u tegenkomen in de maatschappij. En die gaan, die schieten niet meteen in de stress. Ik ben een van die mensen. En ik kan heel erg goed tegen verandering. Behalve als ze nu een klikker hebben. Aan de rechterkant. Er zit aan de zijkant zit iets. Oké. Deze dan. Dan moet hij wel even terug naar mijn presentatie. Naar beneden? Ja. Nee, maar het zit in de verkeerde presentatie namelijk. Okay. Dat kun jij alleen maar. Ja, kijk. Dan moest ik naar beneden klikken. Ja, dat is ook wel goed. Deze. Deze, ja. Dan misschien een beetje die kant op richten. Oh jee. Ja. Ah, kijk. Nou, ik stel mezelf altijd voor als autisme-ambassadeur, zoals ik dat dan moet noemen, omdat ik inmiddels zoveel doe rondom autisme dat ik dat wel een mooie term vind eigenlijk. Ik ben de spreker, ik doe dit soort dingen, maar ik doe ook heel veel projectwerk. Ik ben een trainer, ik geef de 7-daagse opleiding autisme-vriendelijke coach, om ook met mensen samen aan kennis over autisme te werken, maar ook over vaardigheden. Ik ben daarnaast ervaringswerker. Er wordt heel veel gevallen over de term ervaringsdeskundige. Ik zeg altijd tegen professionals, je bent al ervaringsdeskundige als je hier buiten in de poep trapt. Dan kun je met anderen een clubje op gaan richten en dan ben je ook ervaringsdeskundige. De term wordt zoveel gebruikt dat ik het belangrijk vind als je opleiding hebt gedaan en dus echt van het ik-gevoel van de ervaring naar het wij-gevoel van de ervaring gaat. Dus namens een bredere doelgroep kunt spreken, dat je dan spreekt van ervaringswerker. Die term wordt ook veel gebruikt binnen de GGZ. Ik heb het boek Plan B geschreven, daar laat ik straks nog even een slide van zien. Daarnaast ben ik organisator van de netwerkborrel Iets Drinken. En ik ben meedenker, moet ik weer terug, in het project wat hiervoor ook al over ging, van autisme Overijssel, autisme en eigen kracht. En ik denk ook mee bij Vanuit Autisme Bekeken. Nou zie ik pas dat we allebei twee logo's hebben laten zien, want dit is weer de nieuwe logo. Oh, oké, ik loop een beetje achter. Projecten veranderen telkens ook weer. Het is zo fijn om verandering te hebben in je leven. waarom nou informatie over autisme? Want we beginnen vaak al meteen informatie te geven over autisme. En dan denk ik, we hebben al termen stoornis, beperkte contactname. Nou, ik wil heel graag contact, dus dat past ook weer niet voor iedereen. Eén ding wat voor mij altijd past is, en dat is misschien ook vaag, want ik zie vaak ook dat professionals het liefst een rijtje van 8 willen. En daarmee kun je ze herkennen. En dan zetten we er een streep achter en daarmee kun je ze helpen. Maar eigenlijk is het veel breder. Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Die informatie die vindt trager of sneller plaats en gaat via andere kanalen in de hersens. En als je daar nou iets van weet, dan kan dus je communicatie kan ook beter worden. Er worden misverstanden voorkomen en je boodschap komt veel beter over. En daarmee de nuance, hebben we dan allemaal een andere manier van informatieverwerking? Ik zeg nou, het is een mooie rij dames. Als we die naar de H&M sturen, dan kiezen jullie allemaal een ander truitje uit. Dus we hebben eigenlijk allemaal een andere manier van informatieverwerking. Nou, bij mensen met autisme is dat vaak wel wat specifieker. En dat hebben we door de geschiedenis en door al die onderzoeken over autisme hebben we dat wel geleerd. En daar ga ik straks nog wel even op terugkomen.
Nou, als ik heel simpel iets uit moet leggen over autisme, dan heb ik het altijd over drie denkwijzes over autisme. En als ik er niets mee wil geven aan jullie, dan is eigenlijk die eerste denkwijze, en dat was vorige eeuw, 43, werd er gedacht, autisme wordt veroorzaakt door de opvoeding. Dat denken ze nu in Frankrijk nog steeds, zitten hier moeders van een kind met autisme in de zaal toevallig. Ja, kijk, ik wil u niet boos maken hoor, maar het werd zo gedacht. Zie je soms nog wel eens terug, hè? Vooral mensen van buiten het systeem die zelf geen kind hebben met autisme, die zeggen, nou, doe maar een weekendje naar mij. hij is een uurtje bij mij geweest voor begeleiding, begeleider zegt ook wel eens, ik heb helemaal niks gemerkt, het is zo'n lief kind. Autisme zit in de genen en is sterk erfelijk, dat is de tweede denkwijze. En er wordt eigenlijk nog veel gedacht, want ik zie dat vaak terug als mensen niet denken dat er ontwikkeling mogelijk is met autisme. En ik heb inmiddels zoveel rondgekeken in het landschap van autisme dat ik overal en altijd ontwikkeling zie. En het gaat misschien niet zo als bij mensen zonder autisme of met minder autisme, zoals ik wel zeg, want autisme is herkenbaar. Het zijn wat kleinere stapjes. Ik ben nu 35 en op mijn 30ste begon ik met mijn bedrijf. En ja, eigenlijk had ik dan moeten zijn toen ik 20 was, 22 was. Dus het gaat wat langzamer eigenlijk. Wat nu gedacht wordt, ook zie nu dat de cijfers niet kloppen. De derde denkwijze, en mijn detaildenken staat vandaag niet aan. Autisme is geen defect, maar een vertraging of versnelling. Nou, daar kom ik er straks ook al mee. En dat is eigenlijk heel belangrijk, te zien dat het geen defect is. Waarom? Want er is altijd ontwikkeling mogelijk. Ontwikkelingsgerichte benadering. En er zitten wel wat haken en ogen aan, daar lopen we nog langs. Dan ga ik proberen naar aanleiding van voorbeelden uit mijn eigen leven uit te leggen. Wat, op welke momenten in mijn leven had ik nu, of ervaar ik nu beperkingen en op welke momenten vooral niet? Nou, ik wilde eerst eigenlijk even mijn leven gaan schetsen. Want ik heb als kind MAVO, na de basisschool MAVO, HAVO en toen kunstacademie gedaan. De kunstacademie is een bolwerk van chaos, maar het was een fantastische tijd. Lang levende cannabis en alcohol. Ik heb daarna af en toe een drijfje gehad. Heb af en toe in een instelling gezeten. Heb af en toe flink op mijn bek gegaan. Heb daarna een periode flink af moeten kicken. En ben daarna wederom een bedrijf begonnen en ben getrouwd. En heb een hond en een kind die net geboren is. Een lieve partner. En ik heb een koophuis, dus ik val echt helemaal buiten het beeld van autisme, zoals het vaak geschetst wordt. Maar ik ontmoet steeds meer mensen die dat ook hebben. En die zeggen, ik was bang toen ik vader werd. Oeh, er zijn geen vaders met autisme. Nou, het leek wel of er een nest loskwam. Ik leerde allemaal vaders met autisme kennen. En maandag was er een documentaire op tv bij de RKK. Ja, was het maandag. Daar zat ik toevallig ook in. Er was ook een andere man die vertelde dat hij helemaal niks met zijn kind had. Nou, ik ben echt verliefd op mijn zoontje. Ik had niet gedacht dat ik het kon, maar het is fantastisch. Maar ik ben kwetsbaar. Dat vind ik een prachtige term als je het over autisme hebt. Kwetsbaar. Als ik op een mooi onbewoond eiland zou zitten, met 6 mooie vrouwen die nooit zouden zeuren, en er elke dag een kratje bier bij mij gebracht werd, en een kokosnoot uit de boom viel, dan had ik geen last van mijn kwetsbaarheid. Maar deze maatschappij vraagt ontzettend veel van mij. Die komt ontzettend met allerlei mogelijkheden en ik moet in teams werken en ik moet samenwerken en ik moet communicatief zijn en handen geven en aankijken en alle zaken. En het lukt me allemaal heel erg goed, maar ik ben kwetsbaar. En heb ik door mijn leven heen, en ik heb het heel kort proberen te vertellen, heb ik met vallen en opstaan geleerd wat dat betekent. Je had een bedrijf en je werkt ergens leuk. En vervolgens zit je 2 maanden later zit je in de kliniek. Je hebt leuke avonden en je gaat leuk stappen en vervolgens moet je afkicken. En ben je weer veel verder gegaan in drank en drugs dan normaal gebruikelijk was. Dus het is vallen en opstaan. En dan inmiddels heb ik vaardigheden geleerd. Ik heb met schade en schande geleerd wat dat dan is.
wat het dan is, samen met de ander. En ik vind de ander, ik kan in contact treden met de ander. Maar nog, er komt een transitiemoment. Mijn zoontje wordt geboren. Eerst was er al de zwangerschap. Je mag 9 maanden wennen aan een verandering als man zijn. Dat is herkenbaar, hè? Er zitten een paar mannen, dus de mannen ook kinderen. Ja, dat is herkenbaar, toch? Ja, ook fijn dat jullie even klikken. En hebben we ook contact, zeg maar. Ik zoek er al. Maar dat is dus herkenbaar. Dat zeggen mensen vaak over het autisme. Ja, dat herkennen we wel. Maar ik kan het niet uitzetten. Ik heb het altijd. Altijd die angst voor die verandering. Nou, daar heb ik 9 maanden aan kunnen wennen. Leuk boek gelezen. Baby Management voor Mannen is echt een aanrader. Daar hebben ze het niet over dat je kind moet slapen, maar dan staat leg je kind op het laadstation. Dat is echt typisch voor mannen geschreven. Dus ik heb daar wel veel aan gehad, maar het gevoel wat dat met je doet, is het gevoel dat je vader wordt. En dat er een kind is wat klein en kwetsbaar is en wat op je schoot zit. Dat gevoel, dat kun je niet omschrijven. En dan kom ik weer bij de kern van dingen voor mij, dat ik het gevoel nooit kan omschrijven. Ik kan nooit, ik voel heel veel en ik spreek heel veel mensen met autisme die ontzettend veel voelen, maar niet die woorden kunnen vinden. En dan wordt het heel erg moeilijk, dan raak je in paniek, want er iets in je gebeurt en dat kan er niet uit. Mijn zoontje kwam thuis en dat was een tijd van verandering. We woonden in één keer met z'n drieën in huis. Er was kraamzorg in huis. En ik merkte aan mijzelf dat ik glazen op een rijtje ging zetten. En dat ik door mijn huis heen liep. En zelfs een aantal korte momenten op een stoel ging zitten. En een clichébeeld van autisme vertoonde en ging wiegen. Dat was voor mij, en toen ik het eenmaal door had, was dat een hele grote verklaring van wat die verandering nou met mij deed. Mijn verandering triggerde ook het autisme in mij. Daarnaast zorgde die verandering voor heel veel overprikkeling. Daar wil ik daar nog even op terugkomen. Maar ik vind deze levenslijn, het gaat naar beneden en het gaat naar boven. Ik ben nu in een hele korte tijd ben ik weer diep gevallen, want ik had eerst geen zin. Ik denk, ik kap met mijn bedrijf, het is niet meer leuk. En ja, dan wordt het weer autisme week en dan wil je toch weer in Nederland rond om over autisme te vertellen. Altijd. Maar die heet vallen en opstaan. Maar ik ben opgegroeid met, dat is een beetje misschien een Brabantse grondhouding, ik weet nog niet of dat die werkt in Groningen, maar van op je bek gaan leer je, zei mijn vader altijd tegen mij. En het is belangrijk als je het dan hebt over levenscoaching, dat er iemand is die je weer op laat staan, die je weer ophelpt. En zorgt dat als je tanden eruit valt, dat er nieuwe tanden in komen. Wat vind ik nou belangrijke vaardigheden als ik terugkijk naar mijn leven? En ook als je het dan hebt over levenscoaching, dat er rekening gehouden wordt dat veel mensen met autisme een regenboog aan leeftijden in zich hebben. Nou, dat klinkt een beetje hippie, maar ik wil het u toch zo in het klein even uitleggen. Mocht u nou iets meer over willen zien, kunt u op ebla.nl kijken of een goed boek van Martine Del Vos is. En wat zie je nou? U heeft het filmpje over levenscoaching gezien, daar was een jongen in aan het sporten. Die jongen heet Tom, en Tom is een cliënt van mij. Die heb ik gevraagd of hij daarmee wilde sporten. En als ik naar Tom kijk, Tom is 19 en die is, hij heeft de spieren, zoals ik het altijd tegen hem zeg, en hij heeft een heftruck certificaat. Dus hij zou heel goed kunnen werken, heeft hij ook gedaan, 2 maanden lang. Toen had hij hem ontslagen en toen ging het mis op de werkvloer. Er waren allerlei miscommunicaties. Want hier zit hij met wat hij kan. Maar als het gaat over sociale vaardigheden, dan zit hij op de leeftijd van rond 12. Hij zegt gewoon heel duidelijk, als een puber tegen jou, ik moet jou niet. Ik vind je een klootzak. Dat werkt niet op de
niveau als je met andere mensen die volwassen zijn werkt. Als het gaat om dat hij spullen kan krijgen of kan pakken van een ander, en als je een kind van 6, 7, dan zegt hij, oh, dat kindje heeft dat speelgoed, dat wil ik hebben. Die leeftijden die komen uiteindelijk wel weer bij elkaar, maar het is heel erg belangrijk als je het dan hebt over ontwikkeling en ontwikkelingsgerichte zorg, dat je dus mensen gaat benaderen op die leeftijd. Dus als ik hem als 18-jarige, en hij heeft iets gestolen op zijn werk, als ik hem ga benaderen als 18-jarige, zeg ik, wat flik je me nou? Dat doe je toch niet? Hier op het werk van Steen waar je niet meer gaan aangifte doen. Maar je hebt het over een jongetje van 6 jaar. Dan moet je hem gaan uitleggen dat je wat stelen is en iets van een ander pak. Dat is een hele andere benadering. Dat wil ik je even kort meegeven. Helaas kan ik er niet verder op doorgaan, maar dit vind ik wel belangrijk. Naast die overprikkeling, wat heb ik gedurende mijn hele leven gemerkt? Dat er momenten waren waarop mijn zicht heel erg slecht werd en ik eigenlijk als het ware in mezelf. Nu ik dat later ga verklaren, dan was ik eigenlijk, mijn autisme kenmerken werden ineens veel meer. Ik kon niet meer goed mensen aankijken en ik maakte mezelf ook wat kleiner en ik dacht in mijn eigen wereldje. Die overprikkeling is eigenlijk altijd wel geweest. En wat is dan die overprikkeling? Is eigenlijk in drie fases, het gaat goed. En dat is eigenlijk dus een heel mooi ankermoment voor mensen met autisme. Want dan snappen ze soms wel grapjes en dan zijn ze wel rustig. En dan kunnen ze vaak werk wel volhouden. Dus duidelijkheid, er is overzicht en structuur. En dan komt er een afwijkend gedrag, een transitiemoment. Misschien intern iets, je ziet dat ook vaak bij mensen. Ik ben bijvoorbeeld, ik ga mijn spieren heel erg spannen. Zo zie je dat er mij. Ik ga meer rondjes lopen. En ik ga meer Brabants praten. En dan krijg ik vlekken in mijn nek. En ik knars wat. Ja, dat doe ik altijd voor het geluidseffect. Het komt beter aan, hè, zoiets. En eigenlijk wat gebeurt er bij mij? Ik kom in dat rood en mijn denken gaat uit. En dan ben ik een vluchter. Ik ga weg. Ik zeg, het is mij 3 jaar geleden of 2 jaar geleden overkomen dat ik gewoon 2 keer per jaar mijn werk opgezegd heb. Dus ben ik maar als zelfstandige begonnen, dan kun je dat niet echt opzeggen met jezelf. Dan krijg je een innerlijk conflict, dat is makkelijker op te lossen. Maar dat geeft wel de urgentie aan dat je een vluchter bent. Je laat alles los. Of je bent een vechter. Ja, vechter zullen we allemaal wel begrijpen. Maar wat als je een vechter bent met woorden, stel je voor dat je iemand met Asperger aan de tafel krijgt, die de allermooiste woorden heeft, en je denkt, nou ja, ik ga blij met hem in gesprek gaan. Vergeet dan niet, er is geen denken. Iemand heeft al die woorden wel en al die argumenten, maar het draait rondjes. Wat ik hiermee wil bereiken is te zeggen, en wederom moet ik hier heel kort op ingaan, gedrag heeft altijd een oorzaak. Als je ergens een ontploffing ziet, of waar iets misgaat. Deze momenten van overprikkeling in mijn leven, en die gaan terug naar hoe ik als 16-jarige het dak van de auto van mijn vader kapot sprong. Hoe ik als 18-jarige mijn gitaar kapot smeet. Hoe ik als 19-jarige bij mijn eerste werkgever zei, flikker maar op, ik ben weg. En iedereen de huid vol heb gescholden. Dat ging verder naar relaties als 22-jarige. Waar ik totaal dicht sloeg en in mijn eigen wereld was overprikkeling. Ik heb nu gezien dat deze momenten soms maar kort duren en helemaal niet altijd mijn hele leven duren. Dus het moment ellendig, maar niet altijd. Het is ook zo dat mijn overprikkeling, dat zei ik eigenlijk al, de mate van regie bepaalt. Ben ik nou veel in dat groen, dan zei ik al, dan heb ik eigenlijk weinig last van autisme. Want ik kan wel mensen aankijken en ik heb weinig spanning in mijn lijf. En ik kan redelijk goed plannen en overzicht houden. Het maakt me ook totaal niet uit om te reizen met de trein. Dus je moet me niet in een bus van de NS zetten met heel veel Hollandse muziek. Dat hebben ze laatst gedaan, ja, dat werkt niet. Maar goed, als ik handen ga vragen, dan zeggen jullie allemaal, doe dat ook maar niet. Dus, maar zo gauw er dus stress komt,
van overprikkeling, door dingen die veranderen, door dingen die anders worden, door wat dan ook, dan laat ik in één keer heel veel autisme kenmerken zien. Het is belangrijk daarom om die overprikkeling te zien, want dan weet je ook, dan kun je je aanbod daar ook op aanpassen. Nou, wat is nodig, en ik moet echt ook haast gaan maken, want anders ga ik mijn autisme waarmaken door lang door te blijven praten. Wat is nou nodig om autisme onder de aandacht te brengen? Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat we diversiteit gaan laten zien. En dat kunnen we alleen met ervaringsdeskundigen. Ga praten met en niet over, blijft dan altijd een motto. Dat is ook de uitdaging. Nou, als je kijkt naar vanuit autisme bekeken, daar hadden we het net al even over, ik weet het al aangehaald, dat hoef ik dat niet helemaal uit te leggen. Maar daar zijn inmiddels in alle projecten ervaringsdeskundigen aangesteld. En die ervaringsdeskundigen denken mee. Als je kijkt hoe dat in Europa landt, is uniek binnen Europa dat ervaringsdeskundigen bij een ministerieel project meedenken. Op gemeenteniveau kun je dat ook vertalen. Laat die ervaringsdeskundigen meedoen. Maak daar gewoon duidelijke en heldere richtlijnen voor om ervaringsdeskundigen daar mee te laten doen. Dan is begrip belangrijk. Begrip dat mensen op een andere manier informatieverwerking anders zijn dan jullie. Wil je nou leren hoe het is dat mensen anders zijn? Ga een keer hier vanuit Groningen een ticketje met de trein even naar Brabant. Dan sta je al meer open voor andere mensen. Dat is misschien een beetje een rare tip. Maar als je daarna mensen met autisme ontmoet, dan denk je, ja, die is nog niet zo vreemd. Kijk, u snapt me. Dat is heel erg fijn. Dat een goede beeldvorming komt over autisme. Zolang, ik heb vorig jaar een aantal keren op het filmpje wat op het begin getoond werd, geschoten van de NVA. En ik denk, daarmee maken we geen goede beeldvorming. We zijn nog steeds niet ertoe gekomen om wel een goed filmpje te maken. Maar hoe zet je dat nou neer? Ik geloof dat elke uiting, elke keer dat we in het openbaar over autisme praten of iets uitzenden, dat we op een nieuwe manier werken aan dat beeld. En soms gaan we stapjes terug, soms gaan we stapjes vooruit. En in de maatschappij hebben wij ons te houden aan een maatschappelijke definitie. We hebben niet de medische definitie van autisme. De medische definitie is voor medici. We moeten zoeken als maatschappij naar een maatschappelijke definitie. As klopt dat niet. Ik zeg altijd as, dus heeft mijn buurvrouw, die heeft een dikke kont. Dus ik vind dat het een moeilijke term. Laten we het hebben over mensen. Mensen met autisme die deelnemen aan onze maatschappij. Dan hebben we het over participatie en over eigen kracht, eigen regie. Al een hele mooie term, maar dan moeten we uitgaan van mensen. Ik ga door naar mijn volgende slide. Nou ja, dit is wel een voorbeeld wat er gebeurd is met beeldvorming. We hebben heel lang naar Riemann gekeken. En die eigenlijk zegt, de meeste mensen met autisme kunnen niet praten of communiceren. Dus ja, dus hebben we dat als maatschappij maar ook maar een beetje overgenomen. Laten we maar niks zeggen. U kent mij misschien nog van die anti-stigma reclame van de Sieren. Waar een dokter naar mij toe kwam. Dus jij hebt autisme. Die in één keer heel hard en heel duidelijk tegen mij ging praten. Ik kan het best wel uitleggen hoor. Waar ik ook achter gekomen ben gedurende mijn zoektochten van 3 jaar. Ik kreeg pas toen ik 30 was mijn diagnose, dus 5 jaar geleden. Toen ben ik alles gaan lezen over autisme. Maar ik kwam er ook in één keer achter, mijn autisme werd erger. En dus is ook wel logisch, want ik heb heel lang op mijn tenen gelopen. En toen zei ze uiteindelijk, oh je hebt autisme. Waar door mijn knieën heen zakken. En toen heb ik daar echt naar gezocht wat dat nou betekent in mijn leven. Want als ik die diagnose had gelezen, dan stond bijna dat ik niks kon. En ik dacht, ik heb toch een heleboel dingen gedaan in mijn leven. Maar ik had wel een aantal dingen die heel erg klein leken voor mij toen, maar die eigenlijk heel grote invloed hadden op mijn leven. Professionals noemen dan het woord pervasief. Dus alles doordringend. En dat vind ik een mooi woord over autisme. Het gaat in alle fasen, gaat dwars door je leven heen. Het is zo'n grote deelboog die je leven doorheen ramt. Hoe kijk ik nou tegen die levensloopcoaching aan? Nou, die attitude is belangrijk als kennis. En
We hadden daar straks daarvoor al even een gesprekje over. Ik wil hem nuanceren, want die kennis, als je vaker met mensen met autisme hebt gesproken en die diversiteit hebt gezien, dat is een ander soort kennis, dat is ervaringskennis. Dus ik ken mensen die hebben alle boeken over autisme gelezen, maar die kunnen nog geen fatsoenlijk gesprek met iemand met autisme voeren. Dus blijkbaar is attitude belangrijk. Ik vind het ook een uitdaging om na te gaan denken, als we te maken hebben met een doelgroep die duidelijkheid wil, mensen met autisme, en hebben we in Nederland overal verschillende soorten levensloopondersteuning. Oké, de gedachtegoed is hetzelfde, maar in Amsterdam krijg je 1 uurtje per week of per maand en mag je 3 mailtjes sturen terwijl je in Overijssel komt en zegt een van de andere cliënt van mij, Hugo in het filmpje, die zegt van ja, een levenscoach komt 2 keer in de week bij mij langs. Nou, ja, waar zou je dan gewoon als cliënt zijn? Hè? Dan ga je toch naar Enschede wonen. Dus we moeten daar duidelijkheid over hebben. Want dat is duidelijkheid zorgt voor rust en voor kaders. En die positieve benadering vind ik heel erg belangrijk binnen levenscoaching. Waarom? Er wordt namelijk veel vaak gezegd, en dan komt er iemand bij een begeleider, of dat dan een coach is, wat is deze week allemaal niet gelukt? Dan moeten we ook een plan gaan maken wat je niet kunt, wat erin staat. Ik zeg altijd wat je nog niet kunt, want ik geloof in groei. En wat is er wel goed gegaan? Als we de focus erop gaan leggen wat alleen maar slecht is, ja, dan blijf je in dat zorgsysteem en blijf je daarin zitten. Ik kan mijn hele leven vangen in het feit dat wat er allemaal niet goed gaat, maar er zijn nog zoveel mogelijkheden. En die mogelijkheden probeer ik dan wel te benutten, zeg maar. Ga ik die nou uitleggen? Ja, ik vind hem wel even belangrijk. Heeft u nog even tijd? Ja, oké, fijn. Nou, wat is nou die 10% regel? Ik heb samen met een vriend van mij heb ik een stichting en daar organiseren wij netwerkborrels voor mensen met autisme mee. Nou, dit is scholing en die brengt zijn deel in de stichting. Hij kan ook heel goed projectplannen schrijven, onder andere. Dat is zijn bijdrage aan de stichting. Hij kan ook heel goed pizza's bakken, maar dat heb je niet nodig voor een stichting. Dit ben ik kan leuk websites bouwen en logo's ontwikkelen. En dat breng ik in de stichting en ik ben ook de beste cocktailmaker van Twente, maar dat heb ik ook niet nodig op zich voor de stichting. Als u goed kijkt, ik zal hem even laten knipperen, ziet u dat wij hier een heel klein stukje missen. Dat is onze 10%, namelijk toen er iemand met onze naam vandoor wilde gaan, toen zeiden we al meteen tegen elkaar, god, dan moeten we een Poolse knokploeg op afsturen. Dan moeten we Bram Moskowitz voor huren. We hadden totaal geen vaardigheden om daar passend mee om te gaan. Gelukkig was het toen een coach die ons hielp om juist dit stuk te leren. Die gaf ons 8%, die maakte een opzet voor een mailtje, wat we naar diegene konden sturen die met onze naam vandoor wilde gaan. Die andere 2% moesten wij zelf leren. Daarin konden we groeien. En het kan zijn dat het bij mensen, dat dit hoekje misschien 80% of misschien 60% is, maar geef iemand altijd de mogelijkheid om te groeien. En een nog grotere uitdaging is, en dat zien we steeds minder gelukkig bij professionals, is dat iemand zegt van, nou, weet je wat, geef mij dat hele clubje maar, dan nemen wij het wel over. En dan nemen we ook nog zelfs dingen die je zelf kunt, die je helemaal niet meer hoeft te leren, die nemen we ook nog over. Want dan gaat het veel sneller. En helaas horen we dat ook vaak. En wat zie je, hier zit die 2%, iemand heeft nog niks bijgeleerd. Terwijl die eigenlijk wel iets wilde leren. Dus dit is ook een uitdaging. Pak het niet over van mensen. Zou levensloopcoaching terugkijkend een meerwaarde gehad hebben in mijn leven? Dit was ik rond de jaar of 18. Dick Hanekamp, die ik elke dag met een rochel zorgde dat hij omhoog stond. Zou levenscoaching meerwaarde hebben gehad? Ja, als ik iemand had gehaald die afdurfde te stemmen in wie ik was op dat moment. Als iemand daadwerkelijk geïnteresseerd was wat ik voelde en waarvoor ik zo boos was op de maatschappij. Ja. Ik kwam toen bij een mevrouw van de 3 jaar altijd. En die mevrouw zei altijd tegen mij,
blowen, dat is niet goed. Je kunt beter een mars eten. Als ze dat twee keer had gezegd, dan schopte ik de tafel omver. We konden ons blijkbaar niet inleven in elkaars leefwereld. Ik had die vaardigheden nog niet geleerd. Nog niet, u hoort hem in taal terug. En zij nam niet de moeite om af te stemmen in mijn wereld, waarom ik dat deed. Dus die afstemming is daarin heel erg belangrijk. Die korte lijnen, stond ergens in de beginomschrijving van, ja, er hoort het oor terug in de wijk. Gaat u nou lachen om korte lijnen? Nee, op die mars. Het is een mooi voorbeeld van trage informatie. Sorry dat ik het heel even. Nou, korte lijnen, als we het daarover hebben, maakt het niet onduidelijk. Het RIO, regionaal indicatieorgaan. Zegt het iemand nog iets? Ja. De RIO-logo heeft heel lang bij mij op de hoek gehangen waarbij ik woonde. En ik had vroeger een meneer, die belde mij iedere half jaar op bij mijn indicatie. Hij heette meneer James ten Berge. Ik weet ook dat hij echt bestaat, nog steeds. Het gaat goed met James. Laatst via gesproken. Maar James belde mij iedere half jaar op. En toen hij de eerste keer belde, dacht ik, die zal wel nooit meer terugbellen. En wat hij vroeg me van allerlei vragen, dan denk ik, moet ik weer het verhaal uitleggen? Dan belt over een half jaar zijn collega. Maar James belde me 3 jaar lang, ieder half jaar terug. En vroeg me hoe het was met mijn indicatie. En die is zelfs een keer bij mij langs geweest. En die vroeg ook, oh, heb je dit nog gedaan in je huis? Was echt een geïnteresseerd iemand. En ik denk wel eens terug naar die tijd. Als we het hebben over wijkgericht werken, de nieuwe uitdaging. Dan komt elke keer James ten Berge weer bij mij op. En wij willen de laatste tijd dingen vangen in een protocol. Wij zoeken naar, waar komt het wijkgericht werken vandaan? Dat komt van een hippie, Roel van Duin. Kent u misschien nog? Mensen van de Provo en het Witte Fietsenplan hebben mensen misschien op school geleerd. Die heeft het wijkgericht werken bedacht, maar we hebben dat helemaal in een protocol gepropt. We hebben laatst, heb ik hem gesproken, hij vertelde dat ook, hij bevestigde dat aan mij. Nou, ga je opgeven waar nodig, ik heb dat uitgelegd in die 10% regel. En ik vind het ook belangrijk en dat had ik eigenlijk wel nodig gehad in mijn leven, dat ik ook aangesproken werd op wat dan mijn verantwoordelijkheid was. Want ik heb lange tijd geen verantwoordelijkheid genomen voor mijn leven. Ik heb me bij hulpverleners neergelegd. Dat is ook makkelijk. Die hebben mijn huis mee uitgezocht. En zei ook, dan had ik 5 huizen bekeken. En zei ze, nou, dat huis is een goed huis, Gijs, dat moet je nemen. Oké. Toen heb ik vragen leren stellen, hè. En je 3 vragen iemand uit kunnen lullen. Die zei tegen mij, Gijs, ik weet wat goed is voor jou. Ik zeg, hoe weet je dat dan? Nou, dat heb ik gehoord. Ik zeg, van wie heb je dat dan gehoord? Ja, dat weet ik niet meer. Ja, hoe weet je dan wat goed is voor mij? Het was 30 seconden stil. En toen hoorde ik Ik heb nooit meer iets gehoord van die hulpverlener. De kracht van vragen stellen, leer dat aan je cliënt. Als je het hebt over eigen regie, leer iemand vragen te stellen. Dus daarmee krijgt iemand verantwoordelijkheid terug. Leg uit wat de kaders zijn, wat verantwoordelijkheden zijn. Leg dat al in het begin van de begeleiding uit. En leg niet uit als iemand ergens over flipt van, ja, nee, maar je moet toch weten dat je eigen verantwoordelijkheid is. Het zijn uitdagingen uit de praktijk, hè? Ik begeleid wekelijks ook een aantal mensen met autisme. En dan komen we dat ook allemaal tegen. Nou, die filmpje hebben we al gezien. Ik wil afsluiten met, en dat heb ik eigenlijk al gezegd, we hebben prachtige terminologie in onze maatschappij. Stoornis, handicap, beperking, ziekte, aandoening. Ik krijg altijd jeuk aan mijn arm. En een huidaandoening, denk ik. We hebben daar van nare termen, want die staan zo haaks op het feit wat wij willen. Wij willen een participatiemaatschappij. Eigen kracht, eigen regie. En dat is mijn uitdaging, ik ga daarover nadenken. Wil ik u meegeven. Die hele taal, als wij samen met mensen iets willen gaan doen, en we hebben het altijd over ze, ja, dan zeggen wij in Brabant, hebben ze het over jullie en zullie. Dat botst. Dat botst met elkaar. Ga het samen doen, dat is de participatiemaatschappij. Daar heb je nou, en ik zie dat het zo, als je met mensen met autisme en de maatschappij, het is een brug. Met hier de persoon met autisme, hier de persoon zonder autisme. En de uitdaging is,
om allebei 50% de brug op te lopen. Ik hoop dat ik u wat dingen heb verteld waarmee u een stukje de brug op kan lopen. Dan is het beleidsmatig, al is het als persoon zijnde, als is het omdat je gewoon leuk in het leven staat. Bedankt. Gijs, heel hartelijk dank. Ik denk dat we zeker met elkaar nu op de brug zijn gekomen en ook nog onderweg natuurlijk het een en ander zullen tegenkomen. Maar je hebt het ons heel mooi aangegeven van hoe zit het nou, hoe ervaar je het nou en waar om ons ook te helpen. En nou, dat is het goede van het verhaal van een ervaringsdeskundige, dat je inderdaad gewoon veel dichter bij elkaar komt op die manier. Wij hebben, ik wou toch gelegenheid geven voor twee of drie vragen voordat we naar de verschillende ruimtes gaan waarin de verdere vragen gesteld kunnen worden en waarin een en ander gepresenteerd wordt. Wie heeft een vraag op dit moment? Het is glashelder. Nou, mocht er nog een vraag opkomen, dan zijn de heren ook nog wel te vinden. Die lopen ook nog in het rond. En iedereen heeft ook een plattegrondje gekregen en dat is deze gang door en dan linksaf en dan weer linksaf. En daar zijn allemaal de ruimtes waar verder informatie is. Hartelijk dank voor de aanwezigheid alvast. Ja.